Ik heb al heel veel inspiratie eigenlijk opgedaan om eigenlijk een halve dag nou hier geweest te zijn. Dus geweldig. Heel veel moois, heel veel verschillend aanbod van eigenlijk allerlei stromingen door elkaar. Heel mooi. Each year it's grown, it's got better, there's been more entries from more countries. That's the way it should be. Ik ben hier voor de tweede keer nu. Nou, het is echt super groot. Er is echt voor iedereen die van natuurfotografie houdt, is er wel wat leuks. Oh, prachtige foto's, echt. Met boeiende lezingen over allerhande dingen. Dus ook over natuurdingen, dat je zegt, ik wil meer van vlinders weten, kun je er ook naartoe. Maar ook fotografie in de zin van technische dingen die je kunt leren. Wat mij zelf altijd heel raakt, is gewoon het verhaal van een fotograaf. Hoe die tot zover is gekomen, dat vind ik inspirerend. Getting inspiration from others is a very important aspect of our creative process. I love being out in nature and the water is my specialty, so I love everything in the ocean. If I could spend all of my time in the ocean, I would. There were a lot of great entries and listening to what the other judges thought, that part is very interesting for me because I learn more from seeing things outside of the water than I do from in the water. And Sava Dorici of Hungary. I spoke a lot about art and science of photography. As a documentary photographer and a filmmaker, I'd like to combine the two different worlds of art and science, bring them together and present them in a story. And that's what I love doing, and I think that's very effective in communicating a message to people. I have seen many events like this, but this is something different because I've never seen so many people attending. Wereldberoemde fotografen die jaren daarmee bezig zijn en je zit je dichterbij, je kan met die mensen praten. We hebben ook heel veel contact met die fotografen gehad, met verschillende heel aardige mensen en ze praten ook graag daarover. Nature Talks has been an amazing event. It's a great setup, lovely auditorium, great interaction with people. And I think it's just the right kind of setting to inspire people into caring. And inspiring people to bring about change through photography.